Dit is een mini-review van de Eve Aqua. Dit is een mini-review van de Eve Aqua, de slimme waterschakelaar in de Eve-serie. De Eve Aqua is een slimme waterschakelaar die op afstand te bedienen is en te programmeren via een app op je smartphone. De Eve Aqua is helemaal gericht op Apple. Voor zover ik begrijp heb je er niks aan als je een Android hebt. De Eve Aqua is compatible met HomeKit. Hij is bedoeld om je tuinbewatering mee te regelen. Als je er bijvoorbeeld een sproeier op aansluit, hoef je zelf de kraan niet meer open of dicht te zetten. Hierdoor kun je je tuin besproeien wanneer je er zelf niet bent, bijvoorbeeld tijdens een vakantie of bijvoorbeeld in de vroege of late uren wanneer je zelf nog op één oor ligt. Met een regelmatig programma weet je zeker dat je tuin water krijgt. Dat programma kun je vanzelfsprekend zelf instellen. Dat kan via de Eve Aqua app die je gratis kunt downloaden. In de app zie je je Eve producten terug, maar ook andere apparaten die je van je HomeKit gekoppeld hebt, zoals mijn lampen en bewegingsmelders van You en mijn slimme IKEA rolgordijnen. Eerst vond ik dat irritant, omdat het de zoveelste app is die alle HomeKit apparaten laat zien. Maar eigenlijk doet de Eve app dat best aardig. In het programma kun je de timer meerdere keren per week tot meerdere keren per dag instellen voor een bepaalde standaardperiode van 2 minuten tot een uur. En als je wil kun je ook voor een specifieke aanschakeling van kortere of langere duur instellen. De Eve Aqua kan meten hoeveel water je ongeveer gebruikt als je weet en invoert hoeveel water er per minuut uit je kraan komt als je de Eve Aqua openzet. Hij meet het water niet echt, maar weet wel hoe lang hij die dag zijn klep open heeft gezet en hoeveel water er dus waarschijnlijk uitgestroomd is. De app houdt daar een aardige grafiek van bij. In de Eve-app zijn ook scènes te vinden voor de Eve Aqua. Met één scène kun je de bewatering voor vandaag pauzeren en met een andere scène vandaag en morgen. Best handig als je weet dat het gaat regenen. Je moet deze scènes alleen wel nog zelf even handmatig instellen. Vooralsnog lijkt dat nog niet mogelijk afhankelijk van het weerbericht. De automatisering in de Eve-app kent wel flink wat triggers, maar die lijken begrijpelijkerwijs gerelateerd te zijn aan de HomeKit-producten die ik heb. En daar zit geen regenmeter tussen, dus ik weet niet of dat in de theorie in de Eve-app wel zou kunnen. Er is alleen nog een andere uitdaging en die heeft ermee te maken dat de Eve Aqua verbindt via Bluetooth. Dat kan via de iPhone, maar dan moet je in de buurt zijn. Het kan ook via een HomeKit-app, zoals de Apple TV of een iPad die je daarvoor inricht en thuis laat. Betekent wel dat de bediening op afstand, als je niet thuis bent, alleen werkt met zo'n hub en ook nog eens alleen als de Eve Aqua binnen Bluetooth bereik staat. Dus niet te ver weg en niet te veel dikke muren of betonnen plafonds ertussen. Mijn Eve Aqua is op de begane grond hemelsbreed 6 meter en 1 muur verwijderd van mijn Apple TV. Daardoor deed de bediening het niet wanneer ik weg van huis was. Soms wel en soms niet. Dat was irritant, want dat betekent dat ik op vakantie het watergeven niet even kon pauzeren als het weer thuis al nat genoeg was. Ik kocht daarom een Eve Extend, waarmee je het Bluetooth bereik van overigens alleen de Eve apparaten via wifi kan vergroten. Maar die kreeg ik met geen mogelijkheid aan de praat. Maar dat probleem is gelukkig inmiddels opgelost omdat de laatste Eve-apparaten Thread ondersteunen. Een nieuwe draadloze verbinding die een mesh-netwerk opzet waarbij apparaten onderling het netwerk uitbreiden. Een beetje net zoals met de wifi-mesh-oplossingen van TP-Link en Netgear, maar dan voor Tomotica. Het voordeel van Thread is niet alleen dat het een mesh-netwerk is, maar ook dat het weinig energie kost. Daarom kunnen ook apparaten met alleen een batterij overweg met mesh. Voor de apparaten in de Eve-serie is dat een oplossing, want Bluetooth is toch echt niet ideaal als je buitenshuis iets met apparaten wil of als apparaten ver uit elkaar staan. Bij Thread is dat makkelijker, hoewel dat ook wat kost, namelijk een nieuwe Apple TV 4K of één of meerdere Apple HomePod Mini's. Bij mij heeft de aanschaf van een HomePod Mini de bereikbaarheid van mijn Eve Aqua in de voortuin stabiel en bedrijfszeker gemaakt. Zie in de link hierboven overigens mijn review over die HomePod Mini. Ik ben daar heel blij mee, want het is natuurlijk wel cool om op een afstand je voortuin water te geven. Hier zie je hoe het werkt wanneer ik de Eve Aqua van buitenaf via 4G bedien. Overigens tamelijk nutteloos, want je kan de Eve Aqua ook programmeren voordat je weggaat.
Maar wat wel handig is, is dat je Eve Aqua tijdelijk uit kunt zetten als je op vakantie ziet dat het thuis toch gaat regenen. Inmiddels heb ik voor de bewatering in de achtertuin ook een Eve Aqua gekocht. Die is bereikbaar via de HomePod Mini in de keuken en dat werkt prima. Thread werkt overigens helemaal automatisch. Eigenlijk merk je er op het sterk verbeterde bereik na niet veel van. En dat is natuurlijk ook precies zoals het hoort. Maar ik was toch wel nieuwsgierig of de Eve Aqua's ook echt wel via de HomePod Mini's verbonden waren. Voor het Thread-netwerk moet je echt diep in de Eve-instellingen kijken. En dan nog zie je de HomePod Mini's niet. Maar dat schijnt normaal te zijn, las ik op internet. Het lukte me zelfs niet om met een developer-app de HomePod Mini's in het Thread-netwerk te zien. Ja, dan moet ik dat maar geloven op grond van het sterk verbeterde bereik en het feit dat het ook allemaal werkt als ik Bluetooth uitzet. De aan- en uitschakeling en de scènes zijn overigens ook te bedienen via de HomeKit-app. Het programmeren per dag, zoals je dat net zag, moet via de Eve-app. Verder kun je de schakelaar ook met de button op het apparaat aan- en uitzetten. Handig voor bijwateren of zelf handmatig sproeien. Daardoor kan wel iedereen die bij de Eve Aqua kan, de boel aan- en uitzetten. Eventueel kun je overigens een kinderslot aanzetten. In de box vinden we de Eve Aqua zelf, twee AA-batterijen, een korte handleiding en een plastic adaptering van 1/2 inch naar 3/4 inch. Installeren gaat redelijk eenvoudig. Het lastigste is de batterijen plaatsen. Daarvoor moet de deksel in zijn geheel recht omhoog. Dat is zo gemaakt om de Eve Aqua IPX4 spatwater dicht te houden. Het is goed te doen voordat je de Eve Aqua ophangt, maar het is veel lastiger als hij al aan de kraan hangt. Omdat het sowieso verstandig is de Eve Aqua in de winter binnen op te slaan in verband met de vorst, zou ik er aan het begin van het seizoen een nieuw setje batterijen in doen. En of ze het een heel seizoen volhouden, weet ik nog niet. Het is handig om bij de installatie ook wat Teflon tape te gebruiken tegen eventuele lekken op de schroefnaden. Je eigen kraan moet immers constant openstaan, dus er staat ook constant waterdruk op de Eve Aqua. Op sommige kranen zit de kraan zelf in de weg. Dan zul je iets moeten regelen met een tussenstuk. Dat zie je hier. De prijs is overzichtelijk. Ik heb in mei 2021 85 euro betaald bij AMAC. Dat is in verhouding met domme, maar wel programmeerbare besproeiingscomputers best oké. Een eenvoudige domme elektronische van Gardena kost 49 euro. Bij de Lidl is er een te krijgen van 25 euro. Maar die zijn niet zo nauwkeurig in te stellen en ook niet op afstand bedienbaar. Dan de bouwkwaliteit. De bouwkwaliteit aan de buitenkant is prima. Wat ik van de binnenkant heb gezien, vond ik eigenlijk een beetje tegenvallen. Plastic tandwielen en dunne draadjes. Mijn eerste Eve Aqua bleek kapot toen ik hem in het tweede seizoen in gebruik wilde nemen. Maar die werd toen zonder problemen vervangen. De helpdesk van Eve werkt snel, ook in het weekend, en ik kreeg van AMAC een nieuw exemplaar. Dan zijn we aangekomen bij de samenvatting met de drie sterke punten van de Eve Aqua en de drie aandachtspunten. Ten eerste de drie toppunten. Ten eerste het gebruiksgemak. Dan ten tweede de HomeKit-compatibiliteit en de Thread-compatibiliteit. En de derde toppunt is de prijs. Die is relatief gezien, bijvoorbeeld in vergelijking met de Gardena Smart wateringscomputers, helemaal oké. Dan de drie tips. Ten eerste de bouwkwaliteit aan de binnenkant. Die vind ik niet al te best. Dan ten tweede de beperkte slimheid. Ik zou heel graag de bewatering afhankelijk willen laten zijn van het weerbericht. Direct via HomeKit, de Eve app of If This Then That. En op zo'n manier dat je de app niet per se hoeft te openen. En dan de derde als laatste tip. Dat die wat lawaai maakt bij het open en dichtgaan van de kranen. Al met al ben ik blij met de Eve Aqua. Daarom heb ik een tweede exemplaar gekocht. Hij is makkelijk te installeren en te programmeren. Het is wel belangrijk dat hij wat slimmer wordt, anders is de meerwaarde ten opzichte van een gewone programmeerbare waterschakeling beperkt. Zeker als je geen Apple HomeKit Hub hebt of de Eve Aqua zich buiten bereik bevindt. Let bij de aanschaf op dat je een tweede generatie versie hebt die Thread ondersteunt.
Onderaan in de omschrijving voeg ik dingen toe die ik na het opnemen van de video ontdek. Sommige voor- en nadelen ontdek je immers pas later. Voor een volledig beeld is het verstandig dat je daar dus ook nog even naar kijkt. En dit was alweer de mini-review van de Eve Aqua. Heb je er wat aan gehad? Laat het dan alsjeblieft even weten met een duimpje. Vond je het niks? Laat dan gelijk even weten waarom niet. En ook als je vragen of feedback hebt en neem een abonnement op dit kanaal.